Marcel. Hey, hallo Kees. Wat brengt jou vanmiddag hier? Ik zoek een mooie wijn. Oké, dat kan. Voor een collega. Aloïs Oosterwijk, striptekenaar. Van de strip Willemswereld in Panorama. Hij verzint niet alleen boeven voor zijn strip Comorelli in Eppo, maar hij tekent ze ook na tijdens rechtszittingen. Aloïs die komt uit een katholiek gezin. Zijn favoriete vakantieland is Frankrijk. Marcel, moet ik nog meer zeggen? Nee, ik weet genoeg. Katholieke roots, katholieke wijnvorm. Pontificus. Oh ja. En dat is een wijn, en je ziet het aan het embleem. Het is een kwinkslag naar Châteauneuf-du-Pape. De druivensoorten zijn van Châteauneuf-du-Pape. De productiewijze is van Châteauneuf-du-Pape. Alleen komt het uit de Languedoc. Het water komt mij in de mond. Ik krijg hier wel een beetje koude kont. Zo. We zitten. Ja, nou Kees. We zitten hier in het Vondelpark met Aloïs Oosterwijk. Striptekenaar, illustrator en rechtbanktekenaar voor het ANP. Ja, ANP. Zal ik een wijntje optrekken? Als we het dikke nou, het is wel. Ik was bij Marcel in Nijmegen en die zei. Ik vertelde hem jouw profiel, zou ik maar zeggen. En die zei: een pontificus. Zeg ik het goed? Een katholiek wijntje. Katholiek wijntje voor een katholieke man. Ja. Begin. Het is een begin, Roos. Wanneer begon dat stripstekenen dan? Want dat is wat jij zegt, je begint naar de kunstacademie. Ja, dat was denk ik in de tijd dat jij erop zat. Ik denk in Arnhem. Ja. Nog dan? Nee, zeker niet. Nee, het strip dat moest je een beetje stiekem doen eigenlijk. Ja, ja. Daarvoor zat er nog een moment dat ik dacht van dit is mijn ding. Dat was. Toen werkte ik voor de schoolkrant in een middelbare schooltijd. En toen had ik een strip gemaakt voor de schoolkrant. En toen zat ik in de aula. En toen zag ik van afstand iemand die grap van mij lezen en lachen. Dus nou, dat heeft toen een enorme verpletterende indruk op me gemaakt. Ja. Dat je dus van afstand iemand kon laten lachen. Ja. En ik heb het nog wel eens hoor, dat als ik in de snackbar ben, stiekem te kijken. Of mensen in een panorama kijken en hoop ik dat ze daarom moeten glimlachen of wat dan ook. Maar dat is het waar je voor doet. Ja, eigenlijk wel ja. Ja, ik denk ook heel vaak dat zoiets in dat je daarom ook je vak zo. Of mensen maken iets mee en dat heeft blijkbaar een enorme voldoening gegeven. Ja. En dat gevoel wil je iedere keer weer opnieuw. Ja. Maar bij mij was dat toen ik 11 of 12 was voor de schoolkrant. En ik kan het moment nog heel goed voor de geest halen. Als je, vind jij zelf een plaatjes maken? Of een kunstenaar of hoe zie jij jezelf? Nou, artiest wel. Artiest, ik trek daar ook eigenlijk bij waar ik bij hoor bij op feesten en partijen, de mensen die daar optraden. Dus je hebt daar gesteld lopers en de goochelaars en zo. Mensen die op het podium staan om mensen te vermaken. Jij kijkt daar niet op neer? Nou, absoluut niet. Nee, en ook sowieso het begrip snabbelen ken ik ook niet echt. Het is gewoon, dat is, ja. Je doet gewoon je werk. Dat is, nee, joh, zeker niet. Nee. Ja, in hoeverre is Willem, ben jij dat? Ja, delen wel een beetje, maar ja, je zit het een beetje aan natuurlijk. Ja. Hè? Maar ik heb wel vaak, als ik er niet uitkom, dan denk ik, dan kan ik me wel iets bij voorstellen hoe hij reageert. Dus ik zie hem ook weg. En ik heb vanaf het begin eigenlijk altijd hetzelfde kop getekend hiervoor. Had ik de serie Morelli en daar is eigenlijk precies dezelfde figuur. Het bij de hand heeft Willem helemaal niet zo. Dus gewoon de scherpe opmerkingen of trends in de gaten houden of voorspellende dingen zien of nieuwe dingen zien van samenwonen. Hij kwakkelt er een beetje achteraan. Dus als je het vergelijkt met Gerard de Jager bijvoorbeeld met Doorzon, dat is echt, vind ik, een stadse strip. Die scherp, die signaleert trends, is een voorloper vaak. En nou ja, dat was ook wat revue was. En Panorama sukkelt er ook altijd een beetje achteraan. Ja, en ik pas daar ook heel goed bij. Want ik zit zelf ook wel een beetje in elkaar. Ik ben meer een kijker dan een in de gang zetter of hoe dat noemen we het. Maar ja, de grote lijn van de opdracht van de strip in het begin ook was gewoon man zoekt vrouw.
Ja, het is ook eigenlijk heel raar. Want in het begin ook dacht ik van hoe moet ik dan in godvredesnaam iedere week wat voor verzinnen. En ik dacht ook dat het was van nou, alles wat ik verzonnen heb, dat verzin je niet meer. Dus dat is een afnemende berg was. Maar op een gegeven moment krijg je in de gaten dat het een boom is die juist groeit. Je verzint iedere keer weer een tak eraan. En dat kan doodlopen of hij valt eraf of het blijkt niet zo'n goede tak te zijn. En je moet weer wat anders verzinnen. Maar ik zie het meer als een boom waar je aan werkt. Ik ben helemaal aan gewend om eerst de personages via de spiegel op te zetten. Dus ik maak een korte schets. En dat leg ik op de lichtbak. En ik kan mezelf tekenen als vrouw. En ook nog verschillende. Daar raak je wel handig in. Wat dikkere vrouwen. Je weet eigenlijk gewoon wat je aan moet zetten. Ik heb zo vaak ook met Willem. Zo vaak pagina's waar hij op een bankje zit. En dan moet hij praten. Of dan praat hij. Als ik daar niet zou kunnen putten uit de schetsen van de spiegel. Dan ben je snel uitgepraat eigenlijk. Dan heb je een houding zus of een houding zo. Maar ik raak eigenlijk nog iedere keer weer verrast van als ik mezelf dan zie. Ik zie dan een soort van Willem daar zitten. Ja, jij zit bijvoorbeeld met je benen over elkaar. En Willem die zit heel vaak zo. Ja. En ook de pinch is dan vaak... Vanwege die buik natuurlijk, hè? Die buik. Ja. Moet dan helemaal uitgezet. In het begin had ik wel dat ik gewoon een kussen onderdeed. Ja, ja. Om makkelijker te tekenen. Maar op een gegeven moment dacht ik van, dat is ook een beetje onzin. Die lijn die moet niet zo, maar die moet gewoon zo. En zo simpel is het. Er is ook een man in het leven van Willem? Ruud Hulleman is dat. Ook bekend als Rudy Talbo. Dat is een artiestennaam. En bij mij heet hij Kleine Ruud. Want eigenlijk ook gewoon omdat een van de grappen in het begin was een grap met een klein mannetje. Ja, hij heeft nou een tijdje een affaire met een hele grote vrouw. Natuurlijk heel leuk, een klein mannetje, een grote vrouw. Maar die vrouw die ziet hem als homo. Dus die denkt dat het een homo is. Dus hij moet steeds rare petjes opzetten om met die vrouw in contact te komen. Oh, okay. Maar het is een soort van pronkhomo. Ja. Dat is een enige manier om met die vrouw daarnaast te lopen. Het tekenen is voor mij ook, als ik geen tekening heb gemaakt, ben ik er eigenlijk niet bij geweest. Op vakantie ook. Ik moet altijd wat tekenen. Ik heb het gewoon nodig om het goed te bekijken, om erbij te zijn geweest. Dat is voor mij de manier om het vast te leggen. Dit is gebeurd. In het begin was ik echt, ik weet al, een van de eerste moorden die ik teken, of de eerste rechtszaken was de Jeu de Boel moord. Dus ze hadden een man een baby dood gegooid met een Jeu de Boel bal. En nou, daar ben ik echt dagen van slag geweest. Slag is een groot woord, maar dan voel je bijna ongemakkelijk om iemand te tekenen. En je zag het ook aan die tekeningen allemaal heel van hoe mag ik dit wel doen. Het is een beetje woelig weer in Stripland. Dus, ik heb wel moeite genoeg om mijn eigen strip goed op poten te houden. Het hoofd er niet echt voor vrij om nieuwe verhalen voor Morelli te maken. Maar dat gaat er zeker komen, want ik vind het eigenlijk wel een van de leukste dingen. Ik hoor ook echt bij de tekenaars, als ik in een verhaal zit, dan zit ik er ook echt helemaal in. Als je een regenscène tekent op een mooie zonnige dag, heb ik de neiging om een paraplu te zoeken als je klaar bent. Weet je wel. Ik kan me behoorlijk inleven en dat heb ik nog steeds wel. Dat ik dat, was het ook niet Hanko die ervoor zorgde dat jullie een afspraak maakten met Giro? Met Giro? Ja, toen waren we zelfs nog... Giro, ja, met Hanko Kolk. Ja, dat is ook typisch Hanko. Ja, die ja, ook, die in, deed dat, hè? Ja, die ja, deed dat ja, echt. Ja. En hij woonde een paar tientallen kilometers ergens van Parijs vandaan. Maar door zijn vrouw opgehaald en we zijn een hele middag met Giro geweest. Toen waren we ook nog arrogant... kan ik het eigenlijk alleen maar noemen, achteraf. Genoeg om geen handtekening te vragen of geen tekening van... We beschouwen ons een beetje ook van hetzelfde, weet je wel. Collega's. Giro was uiteraard blij met jullie handtekening. Je hebt in 2007 de Stripschapsprijs gewonnen. Wat betekent dat voor een stripmaker, stripschapsprijs winnen? Ik vond het geweldig. Ik vond het hartstikke leuk om te winnen. Ook echt een verrassing ook. Het leverde iets meer opdrachten op ook. Dus het is ook wel goed voor je. Maar het is vooral goed voor je ego. Ja, het is een erkenning van de striplezer. Dus ja, wat doe je het anders voor? Dus, nee, zeker. Dat heeft behoorlijke impact op mijn hart. Ja.
kan iedereen... het is dan weer een prijs waar geen geld aan vast zit natuurlijk. En bij de rechtbanktekening is er sowieso geen sprake van een prijs. Dus geen rechtbanktekeningenprijs. Nee, misschien een ideetje. Nou, wie weet. Of iemand doet er wat mee. Planten we een zaadje op dit moment. Misschien ligt er ergens wat, een paar duizend euro te verroesten. Nee, maar ik was heel blij met die prijs. Ja. Ook wel geinig was we ook bijvoorbeeld een interview met de Volkskrant gehad toen. Nou, dus dat vond ik ook wel een eer. Ook natuurlijk die Jean-Pierre Gele. Helemaal afgereisd, hij heeft zelfs twee keer geïnterviewd. En dan staat er God, en dan denk je, nou, ik heb mijn best gedaan. Goed, mooi, doorleefd interview. En dan staat er als kop boven, ja, een beetje fout staat er dan boven. Dus daar heb ik me wel een beetje aan geërgerd. Dus, heb je nog een laatste slokje? Nou, dat vind ik eigenlijk ook niet. Zit hij eraan? Dat is van jou. Volgens mij is deze van jou. Ja. Ja, proost. Inderdaad. Nee, ik voel me altijd nog een zondagskind, zeg maar zeggen. Dus, nou kijk, ook dat zondagskind, dat was, toen was ik, volgens mij werd ik 17e of 18e verjaardag. Toen was ik en aangenomen voor de kunstacademie. En ik had het toen ook met een meisje gedaan waar ik, en ik was dus jarig op één dag. Oh ja, en uitgeloosd voor militaire dienst. Oh, ja. Vier dingen op één dat dag. Is. Neuken. Jarig zijn, aangenomen op kunstacademie en uitgeloot voor dienst. Dan ben je, nou, als je dan geen zondagskind bent, dan ben je wel. Dat brengt me op het volgende. Wat we hebben bedacht is dat jij jouw bericht aan de mensen, aan de mensheid. Nou, het wordt tijd. Hè, dat je dat eens een keer op gaat schrijven. Ik weet niet of de mensheid er klaar voor is. Ja. Oeps, zo, dat belooft wat. Maar, alsjeblieft. Ja, dat is mooi. Daar wou ik erbij laten. Wat voor domme, Alibis. Heb ik je weer? Daar word ik stil van. Ja, hij is mooi. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Het is leuk. Leuk om je weer te zien. Lang geleden. Ja, jij ook. Hou je goed. Oké. Hoi.